Dierenartsen zien al decennia lang veel problemen, gezondheidsproblemen bij dieren die voor een groot deel genetisch zijn. En omdat ze genetisch zijn voor een deel, niet alles natuurlijk, kun je dat voorkomen door in de fokkerij daar aandacht aan te besteden. En ervoor te zorgen dat er minder dieren geboren gaan worden waarvan je van tevoren weet dat ze ziek kunnen worden. Voor mij als dierenarts denk ik van ja, we kunnen al heel wat decennia weten denk ik wel wat we moeten doen. En we zijn nu op het punt beland dat we de maatschappij in de breedste zin van het woord mee moeten krijgen. Dit is de groep mensen, dit zijn de voorlopers, denk ik, die deze gedachten een warm hart toedragen en die daar ook echt hun best voor doen. Wij hebben de plicht, met al die kennis die we hebben of kunnen vergaren, om daar wat mee te doen. Om het niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere diersoorten beter te maken. Ja. Nou, met name voor de Drent, maar natuurlijk eigenlijk voor alle honden is dat zo dat het gezond fokken heel erg relevant is. Maar met name de Drent, omdat hij al zo'n hoge inteeltfactor heeft, ik geloof dat iedereen ongeveer broertje en zusje van elkaar is, is het wel extra belang om goed te kijken welke hond je dan wel moet nemen, welke hond je niet moet nemen en hoe dat allemaal gaat. Ik praat ook regelmatig met mensen van de universiteit hier in Utrecht, maar ook in Gent. We proberen dat zo goed mogelijk op te zetten. Dat is een van de redenen dat ik hier ben. We weten steeds meer en we zijn inmiddels op een punt beland wat mij betreft dat we eigenlijk technisch heel erg veel kunnen. Maar dat we nu op het punt komen dat we ook echt langzaam maar zeker het publiek zover moeten voorlichten, inlichten dat ze ook meegaan in die gedachten.